Op de biologische hoeve Jamboers in Arsen hebben Peter en Nelleke Hegger altijd wel wat te doen. Nelleke gaat in alle vroegte op bezoek bij de koeien in natuurgebied de Ravenvennen. Kom maar. Hallo, gieden met mijn schatjes. Ja, kom eens hier. Kom maar. We hebben een soort lokbrokje. Daar zit, dat is een biologisch brokje. En dat voeren we ook als we de koeien naar het melken halen. Dan, ja, die moeten wel willen komen, zeg maar, naar ons. En dan krijgen die een lokbrokje. Maar dat is dan ook het enige. Heel leren we ze ook met tam zien. Heel leren we ze dat ze ook naar ons moeten komen. Dus dit is eigenlijk het snoepje wat ze krijgen om, ja, ook bij ons te willen zien. En ook gemolken te willen weren. Wat is er los? Wat is er los, mijn lievelingetje? Rustig aan. Nee, ik moet oppassen. Ja, die herkennen mij zeker. Maar ze moeten aan mij ook wel even wennen. Want ze moeten, dus ook al in het begin komen die ook niet gelijk naar me toe. Maar dan ruiken die weer. Oh, die ruikt naar ons. Of weer ruiken naar u. Hè. Dus, en dan denken die, ja, die huur bij ons. Ik moet wel een beetje stinkend grij aan. Waar ik mij in de stal ben geweest. Als ik hier net lekker met een parfummetje kom of zo, dan doen die ook stom. Die zien nou voor de eerste keer drachtig. Beerkistenvader. Sommigen die zussen al dat er al de uiers al, zeg maar, ontwikkelen. Ja, net als die mooie vrouw, hè, die voor de eerste keer zwanger zien. Die weer ook zo vol met pracht, met die dikke lippen en die glanzen al zo. En dat is met deze meisje zak. Hallo. Dag lieve schat. Hoe gaat het? Ik doe hier eigenlijk even de pomp checken of de pomp het nog deut, hè, want het is weer en weer. Ik kijk even hoe de uiers zien, of iedereen er goed aan is, of ze de oeren goed hebben staan. Ik kijk wel eens dat ze die oeren zo hebben staan en als ze die achter hebben of een beetje in de onger hebben hangen. Dan is, of dat de hoor recht op staan, dan zie ze dat het niet lekker met hem is. En nou zus ze gewoon, oh, nou, blakend allemaal, van gezondheid. Dat is het fijn hier, hè? Zaak. Nu draai ik maar eens even. He? Maar heeft ze ooit een koe geroken die zo ruikt? Die koeën, die ruiken zo lekker. Die hier boeten in de natuurgebieden zien, dat is zo'n zoete lucht. Zoiets heeft ze eigenlijk nog nooit geroken. Dus als we die koeien moeten verzetten van de ene naar de andere, dan is dit eigenlijk een beetje als mini-vakantietje. Want dan nemen we koffie mee. En dan hebben we hier even de pauze. En dat is toch een prachtige plek. Ja. Ja, dat is hier heel fijn. Zo